Twee wijzigingen op het middenveld van VVV ten opzichte van de gewonnen wedstrijd bij Dordrecht van vorige week zondag. Basisplaatsen voor Stam van Dijk en Carl Johansson in plaats van Post en Smans. Smans die aan de Krommendijk uiteraard de matchwinner was voor de ploeg van Jos Luukay. Hier is bijna de eerste mogelijkheid. Die is voor Aaron Bastiaans. Voorhoede ongewijzigd bij VVV met Roemer, Schrooien en Bastiaans. Bij afwezigheid van onder andere Sven Brake en ook Zorga, de Estse spits, staat niet in de basis, maar is op de bank begonnen. Weer VVV. Al hoeft de keeper van Den Bosch, Wouter van der Steen, hier niet in actie te komen op de uithaal van Johansson. VVV, eerste vijf wedstrijden, 7 punten. Den Bosch heeft er 6. En vorige week vrijdag hard onderuit in de thuiswedstrijd tegen Excelsior werd het maar liefst 0-5. Het is ook nog niet echt een moeilijke redding voor Van der Steen. Bij Den Bosch overigens basisplaatsen voor Ryan, Burnett en Ahanach. En het is toch wachten op acties van Ahanach. Dit was Ricardo Kip. En hier is hij dan, Soufiane Ahanach, een rasvoetballer. Hij laat Bastiaans achter zich. Burnett met de voorzet. Inschattingsfout van de keeper en daar komt VVV goed weg. Hoornkamp raakt geblesseerd na aanvallen van Den Bosch. Na de botsing met Lucas Zima. Je hebt het idee dat de keeper er hiernaast zit. Hoornkamp kan overigens niet verder in de slotfase van de eerste helft. Hier een geweldige redding van Van der Steen op de uithaal van Bastiaans. Daar was bijna de openingstreffer voor VVV. Schitterende reflex van Van der Steen. En meteen een counter eroverheen van Den Bosch met Ahanach. Het is goed gespeeld. En aan de andere kant is ook gevaar. Al ziet Zima die knal voorlangs gaan. Zo zijn de beste kansen in de eerste helft voor VVV. 0-0 de ruststand in de koel. Schrooien. Bastiaans. Het is geen hoogstaande wedstrijd, maar het is wel vermakelijk tussen VVV en Den Bosch op deze vrijdagavond. Maar het is wachten op een doelpunt. Hier misschien wel in de maak. Invallen Kuipers. Hij kwam voor Hoornkamp, die dus niet verder kon. En bijna een eigen doelpunt hier. Kuipers. Gevaarlijk voor Den Bosch. Scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Jong Ajax. 21 jaar, speler uit de eigen jeugd. Hier trouwens Zorga. International voor Estland. Daarom ontbrak hij vorige week bij VVV tegen Dordrecht. Inmiddels is hij in de ploeg gekomen. Zorga scoorde tegen België. Een andere invaller is hier dichtbij een doelpunt. Dat is Hupperts. Maar nog altijd geen treffer in de koel. Tot deze aanval. Kip is goed gespeeld. En hier invallen Kuipers. En dan gaat Lucas Zima niet helemaal vrij uit. En staat de ploeg van Jack de Gier op voorsprong. Derde doelpunt van het seizoen voor Roy Kuipers. Da Graça is daar te laat. En Zima overtuigt niet. En dus moet VVV op jacht naar de gelijkmaker. En die komt er. En hoe? Schitterend doelpunt in de 87ste minuut van Yakuro Roemer. Zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Ja, als je dan toch je eerste doelpunt maakt, kun je er maar beter voor zorgen dat het er eentje is die iedereen onthoudt. Buiten bereik van Van der Steen. De gelijkmaker dus. Voor VVV dat meer wil in de slotminuten. Te hard inkomen hier van Victor van der Bogert. Die ook nog een gele kaart krijgt van scheidsrechter Blom. En dan gaat de Duitse centrale verdediger Brian Koglin achter de bal staan. En die doet dit. Daar kan Van der Steen alleen maar naar kijken. VVV wint de wedstrijd in de extra tijd. Tweede doelpunt van het seizoen. En dit is er een die 3 punten waard is. Voor Brian Koglin, Luukay uitgelaten. Weer een overwinning voor VVV.